ja, super moeilijk. Ik vind opvoeden is, er is geen handboek voor. Ieder kind functioneert anders. En je bent zelf ook de ene dag relaxter dan de andere dag. Dus ja, ik doe maar wat ik denk dat goed is. Ik vind het heel belangrijk dat hij dat hij kan zijn wie hij is. Weet je, als hij in een roze tutu naar school wil, dan moet hij dat lekker doen. En ja, weet je, op een gegeven moment zal je omgeving zal misschien op een bepaalde manier reageren. En dan is het gewoon echt belangrijk dat je je kind het gevoel geeft dat waar hij zichzelf prettig bij voelt, dat gewoon mag zijn. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik het anders doe dan ik had gedacht. Ik had wel gedacht dat ik geduldiger zou zijn of zo, maar dat ben ik echt helemaal niet. Ja, ik schreeuw natuurlijk ook wel eens tegen mijn kind. Ja, weet je, er wordt ook wel eens op mijn knopjes gedrukt. En dan is het op een gegeven moment gewoon ook wel echt een maat vol. En dan, ik ben ook echt wel een temperamentvol type, wat mensen misschien niet achter mij zouden zoeken. Dus ja hoor, ik... schreeuw echt wel eens. Eerst investeren in je kinderen en dan tijd nemen voor jezelf. Want ik merk gewoon echt heel erg als ik iets moet doen, werk thuis of zo, en ik denk, oh, ik zet Jip snel eventjes achter de televisie of met zijn speeltjes, dan ben ik gewoon urenlang bezig met hem terug te sturen en ja, dat frustreert enorm. Terwijl als ik gewoon een kwartier met hem ga zitten en ga spelen en hij is lekker on the roll en hij vermaakt zich, dan kan ik ook doen wat ik moet doen. En daarin zie je gewoon dat kinderen willen gewoon niet weggezet worden. Ze willen gewoon de aandacht die ze ook verdienen. En dat moet je gewoon eerst doen. En dan daarna krijg je ook echt wel daar iets voor terug. En dat maakt het echt het leven een stuk makkelijker. Ik vloek heel erg. Echt als een bootwerker. Dus laatst hoorde ik Kip echt, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Dat ik dacht, oh my god. Daar moet ik echt iets aan gaan veranderen.